studio van de Week Verduurt Henk. De Week Verduurt Henk heeft de komende 3 weken in quarantaine gezeten. En deze quarantaine vlog ga ik natuurlijk voor jullie online zetten. Dus ik hoop dat jullie allemaal veel kijkplezier beleven. En uiteraard is een hartverwarmende reactie ook welkom onder de video. Hey, namens de Week Verduurt Henk, veel kijkplezier bij de Week Verduurt Henk. En dat is uiteraard succes met het kijken van de quarantaine vlog. Tot later. Test. En nou, ja, weet je, ik krijg het heel erg om je heen, natuurlijk ook via het nieuws en een andere media berichtgeving, dat zo'n test best wel meevalt. Dan moet je heel bekennen, het valt mee, maar ik denk, ik vond altijd wel dat stokje in mijn neus, ja, dat stokje in mijn neus, dat was het idee alsof je, ik denk dat je het kunt vergelijken, of nou ja, de benaming om het een beetje mooi te gaan noemen, ja, het is niet mooi, maar is dat wel, kijk, als je prik hebt, zeg maar, sinaas of zo, dan heb je van dat op dat, nou, als je dat in je mond krijgt, dan heb je altijd zo'n prik naar, zeg maar. Is dat dan? Nou, zo kun je dat, denk ik, met zo'n stokje in je neus ook wat vergelijken. En je gaat ook nog behoorlijk diep. Maar ja, ik moet dus over 4 dagen, ook zeg, moet ik weer uiteraard. Dus we gaan dan zien hoe het aan. En ik moet ook geen beelden maken natuurlijk, hè, want dat heb ik me afgeraden. Ik had net een leuk idee om de week voor u heen een beetje meten. Zo'n stokje in je neus gedrukt te krijgen, maar dat hebben we niet toegelaten om privacy van talent en dat soort dingen te maken, dus je hebt het juist gewoon te accepteren. Maar goed, ik denk dat je het als een sinaas, prik van een sinaas kunt vergelijken, zeg maar, zo voelt het ook wel wat. Nou, daarna voelt je neus best wat soft aan, het idee dat je er gewoon geen neus had ofzo, een beetje een apart gevoel. Maar ja, goed, ja, ik ben een beetje verteld dag 2, hè? Of ik bedoel, een soort dag 1, ja, ik denk, lekker jongen, dag 1 natuurlijk in quarantaine. Ja, de weer laat zich ook niet echt toe. Niet mooi weer. Dus ja. Maar ja, goed, we gaan afwachten. Uiteraard ben ik er morgen weer. Je kunt natuurlijk een hartverwarmende reactie onder de video zetten. En bij dag 5 ga ik beginnen met het monteren van sowieso de eerste 5 dagen qua beelden. Dus nou ja, goed, dan neem ik jullie ook mee uiteraard. Dus bedankt voor het kijken. Een hele goede morgen. En uiteraard leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Of bijna middag trouwens. Ja, het is vandaag natuurlijk dag 2 in thuisquarantaine. Ja, bevalt het je wat? Jawel. Bevalt het me niet? Nee. Nee, het bevalt me wel, maar ik mis wel. Ik ben heel erg gewend om je ritme gewoon weer op te pakken. En aan je werk, nou ja, aan je werk. Weet je wel. Maar goed. Wat ik nou begrepen heb, wat ik gehoord heb, in ieder geval dat we sowieso minstens nog 2 dagen binnen moeten blijven. Want hè, we worden zeg maar nu, werd op maandag gezegd dat we maandagavond zijn uiteraard getest. En we worden over, nou, minder dan volgens mij 3 dagen weer getest. Helemaal zin in met zo'n dom staafje in je neus. Net zo'n prik zeg wat je in sinaas hebt. Zo kun je het dan een beetje vergelijken. Maar ja, goed. Ja, we moeten dus minstens 10 dagen toch wel in quarantaine, hè? Dat heb ik ook al een beetje verteld. Maar ook allemaal al wat meer. Dat had ik ook wat meer naar. Dat had ik ook wel gedacht had, zeg maar. Voor, ja, voor de zekerheid ook. Weet je, veiligheid staat voorop. Dus ja, we moeten gewoon het protocol aanhouden. Waar wij dan weer naar hoeven luisteren, hoe stom en hoe vervelend dat eruit ook is. Want goed, even toch wel even naar buiten. Even een hapje frisse lucht. Even eruit. Maar ja, goed. Helaas, we moeten in quarantaine, dus dat mag niet. Geen bezoekjes brengen, geen bezoek laten komen en niet de deur uit. Ja, wat ben ik wat aan het doen? Ja, ik ben wat opruimen, ik had wat was liggen, wat even aan het opvouwen. Dus ik ben wel even deze maar wat liedjes afschrijven, weet je, al van die dingen die je nu op dit moment wat meer kunt doen. Toch even uit bijvullen, dus nou ja, dat is gewoon ook een beetje wat ik de komende tijd ga doen. Nou ja, we zijn er dag 2 natuurlijk. Nou, als ik op dag 5 zit, wat ik al gezegd, 2 samenvattingen ga ik in elkaar zetten. Dan heb ik het ervaren. Nou, om toch ook een beetje dat idee aan jullie mee te geven, uiteraard. Hey, heb je dan een hartverwarmende reactie? Of wil je mij gewoon steunen in wat dan ook via de social media? Kun je dat doen, uiteraard. Platform Facebook en Instagram. Maar je kunt uiteraard ook gewoon, dat post ik ook wel eens wat. Je kunt ook uiteraard gewoon via de reactiebalk onder de video's. En dat zou ik toch wel tof van je vinden dat je dat doet uiteraard. Nou, daarnaast kun je je blauwe duimpje omhoog gooien. Links in de hoek. Lekker bezig doen. Links in de hoek kun je abonneren. Dus ik zou het tof vinden dat je dat doet. Maar ik ben er zeker nog een fan bij.
Hey, ik wens iedereen een lekkere prettige, of een leuke prettige dag. Maak er wat van. En ik vind jullie snel weer bij een nieuwe video. Hoi hoi. Fruit Henk, inmiddels is het middag. Ik heb weer een klein beetje nieuwe informatie. We worden natuurlijk over 3 dagen uiteraard getest. Want tot nu toe is iedereen negatief hier. Dat is wel fijn. Maar, er zit er dus wel een maar aan. Want aangezien we locatie zijn, dit appartementje waar ik nu woon en een buurman boven me, dat natuurlijk ook bij de instelling hoort, of bij de instelling hoort, zeg maar, zitten wij wel op vlot. Dus daarom is eigenlijk een code rood gegeven. En nou denken jullie, hoe bedoel ik, ik weet ook niet hoe, maar kijk, de land, zeg maar, dit soort protocol, dat gaat, zeg maar, in als ze denken dat iemand dat virus heeft. Nou ja, dan ga je dus het zeker voor het onzeker nemen. We zijn dus maandag allemaal getest. Dinsdag was het hoofd, zeg maar, van het COVID-team was er, die dan weer in contact staat met ook talent en, nou ja, met bepaalde mensen eromheen die dingen kunnen regelen als het noodzakelijk is. Maar goed, nou is dus erop geweest, want er moesten een paar uitslagen komen, maar tot zover dat ik nu weet zijn de mensen die de uitslag hebben allemaal negatief, dus ze zijn goed. Maar nou is het dus wel zo, en aangezien de rest dan ook niet negatief is, dat wij wel al, zeg maar, dat de AM in code rood zit. Dus dat we eigenlijk een soort van, ja, dat we opgesloten zitten. In zekere zin van dat je dus geen bezoek naar binnen mag laten. En dat je zelf dus ook niet naar buiten mag om naar bezoek toe te gaan. Wat natuurlijk logisch is, want dan zit je weer met de kans op besmettingsgevaar. Maar daar zit er dus wel weer een maar achter. Want het schijnt dus zo, die opperhoofd, zeg maar, die dus zo'n COVID-team leidt. Zelfs buiten het COVID-team bij het land. Die moet dus de doorslag geven. Ik zou 4 dagen allemaal, of 3 dagen allemaal goed, negatief getest zijn. En het zou dus betekenen dat zo is. Dan moet hij de beslissing maken dat wij open gaan of dat wij nog 10 dagen in quarantaine gaan. Dus jullie het een beetje nog kunnen snappen. Dus het komt er eigenlijk op neer, kijk, je hebt gewoon een commandoman en dat houdt in, dus een COVID-19, hoe moet ik dat even zeggen? Exterminator of zo, hoe noem je dat? Maar goed, je hebt iemand die dan in het basis van het COVID-19 team zit en die heeft, zeg maar, de doorslagbare functie om ook heel veel dingen te kunnen regelen als er, nou ja, als een instelling dat virus uitbreekt. Dat je wel lastig is. Ik bedoel, op dag 2. En ik had graag even frisse lucht. Of even naar mijn collega's. Even naar mijn werk, weet je wel. Maar we moeten onze tanden bijten. We moeten doorzetten. En ja, nu krijg ik ook veel de vraag bij de week voor u heen binnen. Heb je corona? Nee, maar dit zijn wel regels die, ja, het is gewoon ook wel wat zeker voor het onzekere, weet je wel. Dus, maar goed, wij moeten al wachten, sowieso. En dan worden wij dus uiteraard over 3 dagen weer getest. En dan heb je dus de doorslag wat dat COVID... de COVID-directeur, zeg maar, bij het land gaat doen. Als hij zegt, locatie is weer open, dan is het weer groen licht. Maar als hij zegt, blijf dicht, we moeten nog 10 dagen quarantaine, dan is dat zo. Maar ja, goed, we gaan het zien. Hey, blijf erbij houden natuurlijk. Een hartverwarmende reactie mag je uiteraard onder de video zetten. Links in de hoek kun je abonneren. Zou het tof vinden als je dat doet. Hou uiteraard ook de platforms bij. Komt ook nog wel wat op, wat ik zo een dag doe. En als je wel abonneert, zou ik het tof vinden, ook er zeker weer een fan bij. Ik doe ook het blauwe duimpje omhoog doen en natuurlijk een hartverwarmende reactie onder de video's, zou ik ook tof van je vinden. Hey, bedankt voor het kijken en allemaal een prettige dag. Hoi hoi.